Politieke adviseurs hebben me ten strengste afgeraden deze toespraak te houden. DuckDuckGoose is een start-up die zich richt op deepfake-detectie. Ja. Wij leveren een service waarbij we detecteren of beeldmateriaal gemanipuleerd is met deepfakes of niet. Met onze demo kunnen we iemand eigenlijk alles laten zeggen wat wij willen. Dat gaan we nu showcasen. Ja. We nemen een bekende Amerikaanse actrice, Scarlett Johansson, en we doen alsof zij bij ons, bij DuckDuckGoose, werkt. En we laten haar de mensen bij het TBX-event welkom heten. En we wensen hun met haar stem en haar beeldenis een prettige dag. Welcome to the TBX event. I hope you are having a great time. I am representing DuckDuckGoose, a startup working on deepfake detection. Als ik het vermoeden heb dat er iets met deepfake gebeurd is, dan kan ik jullie bellen? Dat klopt. Ons product is beschikbaar als een API waar men beeldmateriaal, video of afbeeldingen naartoe kan sturen en wij de analyse doen. Dit is bijvoorbeeld relevant voor processen of producten waar een identiteitsverificatiestap nodig is. Dat soort systemen zijn vaak gevoelig voor deepfake-fraude en op die manier kunnen mensen bijvoorbeeld bankrekening aanmaken met synthetische identiteiten. Wat vervuilend is, zal duurder worden en uiteindelijk verboden. Zo beperken we de verspilling van grondstoffen en energie. Joris, dit filmpje komt al bekend voor. Ja, deze is vorige week gepubliceerd. Dit is een filmpje gepubliceerd door De Correspondent. Waarin zij Mark Rutte deepfaken. En hij zegt dat hij een hele progressieve klimaatagenda gaat hanteren. Jullie kunnen dus herkennen dat dit deepfake is? Dat klopt. Bij DuckDuckGoose hebben we software ontwikkeld wat kan onderscheiden of beeldmateriaal authentiek is of dat het een deepfake betreft. Wij doen dit met behulp van kunstmatige intelligentie en hebben modellen getraind om echt beeld te onderscheiden van nepbeeld. Kun je misschien een voorbeeld geven van hoe deepfake ook op een positieve manier kan worden gebruikt? Ja, wij zien dat deepfake technologie hele mooie toepassing heeft bijvoorbeeld in het onderwijs. Hoe vet is het om een geschiedenisles te krijgen, niet van een monotone, saaie docent, maar om juist de figuren uit de geschiedenis voor je te zien. Deepfake technologie maakt dat mogelijk. Dat bijvoorbeeld Adolf Hitler even gaat uitleggen hoe die Nou, dat is één voorbeeld, maar ook met wat meer spraakmakende of andere interessante figuren uit de geschiedenis kan je op deze manier een heel modern en vet lesprogramma samenstellen.